gelopen. Dus ja. Allemaal druk doende. Mag ook wel weer eens een keer. Ik mag mezelf ook wel weer eens een keer wat dat er gaat verwennen. Niet alleen naar de kapper toe, maar ook het inwendige wil ook wel eens wat. Weer retour en ja, ik heb al heel wat gedaan. Ten eerste wens ik jullie natuurlijk wel een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenlol. Ook heb ik Karen weer aan de telefoon. Astrid is aan het werk. Ik ben ook al druk bezig geweest, want ik heb met Rijka ben ik al een hele wandeling gemaakt. Weer naar de kapper terug, want ik had mijn oorbellen daar nog laten leggen. Oh jee. Ja, dus die hebben we weer even met z'n tweetjes opgehaald. En ja, ik ben nou weer met de vlog bezig. En ik heb dus Karen aan de telefoon. En daar komt Astrid aan gelopen. Dus ja, allemaal druk doende. En dat komt ook allemaal wel weer goed, dacht ik zo. Of niet dan Astrid? Ja hoor. Komt allemaal goed, zeker te weten. Ik had nog niet gevlogd, kom ik nou pas achter. Ik denk, oepsie, moet wel even, ja. Maar oké, het komt allemaal goed, zo zeg ik al. Karen die is naar iets aan het zoeken, naar foto's. Ik heb ook al een mooi filmpje binnengekregen van mijn vorige hondje Frodo. Tezamen op het filmpje met mijn meisje Arwen. En mijn prinsesje Eowyn. Enkel Gandalf, ja, die zal boven geweest zijn ook op dat moment. Zoals normaal. Maar dat filmpje heb ik gekregen. Ik heb nog een foto gekregen van Karin, haar vorige hondje. Nou ja, hoe groot was dat beestje? Kleiner dan Rijka nu is, geloof ik. Ja, Kruimel die was kleiner. Ja, Kruimel was kleiner. Met Frodo aan het spelen in de achtertuin. In het vorige huis waar we toen destijds woonden. Dus ja, ik ben er helemaal weer blij mee. Ja, woepie. Dat ging. Ja, dat ik ben er gewoon weer blij mee. Ja, echt. Nou, ik zit nog meer aan het zoeken naar andere foto's. Dus ik laat het lekker zoeken en ik merk het vanzelf wel. Ja, simpel zat. En ik ga verder daarmee. Het is grijs, grauw, triest, koud. Weer, althans koud. Het lijkt kouder dan het is. Want ik moest op een gegeven moment mijn jas een stuk losmaken omdat het mij te warm was. Dus ja. Toch zit ik met een deken omheen. Waarom? Nou, omdat dan Rijka weer eens op mijn schoot wil. Is Gandalf al binnen? Wil die ook op mijn schoot? Hij is nou gelukkig buiten. Maar ja, er gaat ook steeds een deur open en dicht en dan krijg je ook die koude vlaag over je heen. En dan krijg je toch de rillingen over je heen en ja, dan wil je toch even toch wel behaarlijk erbij zitten. Dus ik heb gewoon dat dekentje weer om me heen en dan kunnen de dieren gewoon op het schoot komen wanneer dat kan. Ja, wanneer ze willen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet. Dat doe ik verder ook. Ja, ik ben nog steeds ook blij met... Dat tegeltje die ik vermijnderd heb gekregen, ja, hij is zo bijzonder mooi. Echt waar. Hij is prachtig. Ja, net zo min als de kaart. Ik vind het super vermijnderd. Echt wel. Dus ja, het ligt nog steeds op tafel. Ik moet er mee weg met het tegeltje. Want er moet een speciaal lijstje omheen, want ik heb al hier en daar gekeken voor het formaat me nergens te vinden. Dus ja, dan moet ik er even eentje laten maken. Nou ja, dat komt ook wel goed. Gewoon doet hij maar met afvalhout hoor. Wat hij weggooit, ja, dat maakt me niks niet uit. Even vier latjes in, aan elkaar zetten met een haakje erachter en klaar. Ja toch? Of niet dan Karin? Ja hoor, helemaal perfect. Ja, zegt Karin ook, helemaal perfect. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. En veel plezier met elkaar. En wees ook lief voor elkaar. Ik
zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het wordt al aardig weer donker. Ja, maar dat heb je hem deze tijd van het jaar. En ook op mijn horloge te zien, 16:54. Ik moet nog eventjes snel weg, want ik heb zin om wat lekkers te eten voor vanavond bij de buis. En op Facebook, dus ja, even wat halen. Ik heb de badatten gehad en niks in huis. Nee, wel gewoon normaal eten en normaal drinken, et cetera. Maar ik wil ook even een snackie hebben, ja. Mag ook wel weer eens een keer, ik mag mezelf ook wel weer eens een keer wat dat er gaat verwennen. Niet alleen naar de kapper toe, maar ook het inwendige wil ook wel eens wat. Ja toch? Ik heb vanmiddag druk gehad. Karen die heeft een hele tijd aan de telefoon gehangen. Astrid is geweest. Rebecca is geweest. Ik heb Mary aan de telefoon gehad. Ik ben bezig met een plaatje, terwijl ik Mary aan de telefoon had, want ik kan nu wel een plaatje maken. Het is nog niet af, ik moet nog verder mee. Maar toen ben ik aan een vlog begonnen, dat in elkaar te gaan zetten. Staat het zover nou in elkaar, er moet nog muziek onder en er moet nog switchen tussen. Nou, dat is al en dat doe ik straks wel. Ik ga eerst even lekker wat voor mezelf halen voor vanavond. Daarna weet ik niet hoe laat het dan is. Ik ben toch zo weer terug. Ga ik Rijk uitlaten misschien en leg eraan hoe laat het is. Want die is gewend rond een uur of 6:15. En dan is het weer etenstijd. Maar oké, ik ben zo heen en terug. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Smakelijk eten voor straks. Laat je dat inderdaad ook lekker smaken. Wees lief voor elkaar en doe je ding. Wees gewoon blij, wees vrolijk. Doe gewoon je leven. Ja, wat je gewend bent. Want het is niet allemaal waar hoor, daar ook. Nee. Maar daar praten we verder niet over. Wees gewoon gelukkig, wees gewoon blij, happy. Ja. Of je moet verdriet hebben omdat er eentje is overleden, zoals ik met Ewin. Maar het leven gaat door. Ja hoor, het gaat gewoon door. Vindt Ewin ook, ja, en vindt mijn mannetje ook. Vindt iedereen die er boven in de hemel ons voor zijn gegaan, die vinden dat wij ons leven gewoon door moeten zetten. Dus ik zou zeggen, ook doen en de duim omhoog. Komt het allemaal goed.